Beste café van Nederland in 2014. Helaas bij de vorige Miset Café Top 100 geëindigd op de 48e plaats. Zoiets. In ieder geval, ja, ik ben een enorme bierliefhebber. Ik vind het heel leuk om over bier te praten en geschiedenis van bier, bierproeven, bierstijlen, dat soort dingen. Maar ja, ik dacht ik miste een stukje. Ja, nou ja, eigenlijk gewoon een heel droog onderwijs, educatie. Ja. Ja. En, ja, in Nederland heb je niet echt, ja, je hebt natuurlijk horecaopleidingen in de brede zin, maar niet van gewoon specifiek op het product. Dus ja, ik dacht ik ga Stibon doen, misschien, ik denk ook wel niveau 2, lijkt me ook leuk, een tweede specialisatie. Misschien nog niveau 3, maar dat moet ik even kijken. Het is beter dan ik had me voorgesteld. Ja. Ik dacht eigenlijk, nou, het zal wel een beetje meevallen van, maar ook, het is echt een avond van 7:30 tot 11:30. En het is gewoon non-stop over bier. Het is niet slapgehouden. Ja. En ja, dat ik ook dacht, oh, les proeven. Maar dat ik dan, nou, dat zei ik ook tegen mijn collega's van dat het al factisch. Dat is het leuk hier bij Kaapse Brouwers, maar dat is ook mensen van de Kaapse Brouwers zijn. Ja. Ook van Brouwerij Noord. Ja. Ook een Rotterdamse brouwerij. En wat me ook opviel, naast volgens mij ook nog twee jongens uit een hotel, ook nog een ander café, maar ook iemand die in het pak zat en zei dat hij gewoon gek is van bier en dat hij ook biersommelier wil gaan worden. Ja. Nou kijk, dan ben je ook echt een enorm fan van bier, van het product. Ja, dat vond ik ook echt leuk, die diversiteit echt in alle cursisten. Ja, ja. Echt heel leuk vond